Goedemiddag en welkom bij mijn lessenreeks over cirkelbewegingen en gravitatie. Vandaag gaan we het hebben over de middelpuntzoekende kracht. De vorige keer hebben we het al gehad over cirkelbewegingen en hebben een klein beetje over de basis verteld over hoe voorwerpen in een cirkel bewegen. Vandaag gaan we kijken hoe het kan dat voorwerpen überhaupt in een cirkel bewegen. Daarvoor hebben we eerst een klein beetje een herhaling nodig en dat gaan we doen met de resulterende kracht. Wat we daarbij gezien hebben is dat de resulterende kracht een overblijvende kracht is. Dus de kracht die overblijft, zo gauw je alle krachten die in verschillende richtingen werken bij elkaar optelt of van elkaar aftrekt. Deze resulterende kracht heeft vaak een effect op een voorwerp zelf. En we hebben vaak gezien dat zo gauw een resulterende kracht in de bewegingsrichting werkt, dat die zorgt voor een versnelling of een vertraging. Dat moeten we in ons hoofd houden. En daarnaast wat we daarbij hebben gezien is dat in een cirkelbeweging de vorige keer, dat de snelheidsvector dat die constant een klein beetje van richting verandert. En we weten dan, als het goed is, dat een kracht niet alleen kan zorgen voor een verandering van snelheid, dus een versnelling of een vertraging, zo gauw die in de bewegingsrichting werkt, maar zo gauw dat een kracht dus ook kan zorgen voor een verandering van richting. Dus dat die snelheidsvector, die richting waarin een voorwerp wil bewegen, dat die constant een klein beetje wordt afgebogen. Dus we hebben hier nu al een idee van, joh, in deze cirkelbeweging zal dus een kracht daarvoor nodig zijn. En die kracht is de middelpuntzoekende kracht. Wat we dan namelijk gaan zien is als we op twee punten in een cirkelbeweging, als we dan de snelheidsvector gaan vergelijken, als we dus van snelheid op punt 1 naar snelheid op punt 2 gaan, zien we dat die snelheidsvector een klein beetje is afgebogen. Als je dan gaat kijken naar die verandering van de snelheidsvector, zul je zien dat die op een gegeven moment naar het midden van de cirkel toe wijst. Dus op een gegeven moment een beetje op deze manier. Dus je zult zien dat er een kracht daarop werkt die die snelheidsvector een klein beetje afbuigt. En die kracht is gericht naar het midden toe van de cirkel, vandaar de naam middelpuntzoekende kracht. Nou, die middelpuntzoekende kracht zouden we dus samen kunnen omschrijven als een resulterende kracht. Het is altijd een overblijvende kracht van alle krachten die al op een voorwerp werken. En die resulterende kracht die zorgt voor een verandering van richting in plaats van een verandering van snelheid. Want hij werkt niet in de bewegingsrichting, maar zoals we hier op dit plaatje ook zien, staat hij loodrecht op de bewegingsrichting. En die middelpuntzoekende kracht is geen nieuwe kracht, zoals bijvoorbeeld de zwaartekracht of de veerkracht is. Het is vaak een rol die een kracht op zich kan nemen. Net zoals dat verschillende acteurs de rol van Batman op zich nemen, maar het in principe allemaal gewoon een volwassen man in een vleermuispak is, zul je dus ook vaak zien dat verschillende krachten de rol van middelpuntzoekende kracht op zich kunnen nemen, afhankelijk van de situatie. Het is ook een beetje aan ons om dat te herkennen. Zo kun je dus op een gegeven moment zien bij die hamster wat ik hieronder heb neergezet, is dat de kracht die ervoor zorgt dat dat beestje in een cirkel blijft bewegen, de normaalkracht is, het duwen van het witte plastic objectje tegen de hamster zelf aan. Je kunt de middelpuntzoekende kracht die benodigd is voor een cirkelbeweging omschrijven door middel van de massa. Daar is hij recht evenredig mee, kwadratisch evenredig van met de snelheid en omgekeerd evenredig met de straal van de cirkelbeweging. Nou, een paar voorbeelden. En het eerste voorbeeld is de situatie met wrijving. Je gaat bijvoorbeeld met een auto, met een fiets, met een scooter rijden een bocht door. Ook een gedeelte van een cirkelbeweging. In dit geval zul je zien dat de wrijvingskracht op de banden de rol van een middelpuntzoekende kracht op zich neemt. En die wrijvingskracht op de banden die is gericht naar het midden toe. Het is op een gegeven moment gewoon de wrijving van de banden die niet soort van willen glijden, maar die een beetje tegenkracht bieden. Je zult dus ook vaak zien dat je dus moeilijker door een bocht heen komt, zo gauw het dus nat weer is, of zo gauw er ijzel op de weg zit, en dat je dan makkelijker slipt en niet die bocht kan maken. Je kunt hierbij dus ook zien dat er dus een bepaalde hoeveelheid middelpuntzoekende kracht nodig is om een cirkelbeweging te maken. Dus zo gauw ik een voorwerp door een cirkel zie bewegen, weet ik dat er een middelpuntzoekende kracht is. En in dit geval kun je ook zien dat die middelpuntzoekende kracht een bepaalde grootte moet hebben wanneer je door een bocht wil gaan die een bepaalde straal heeft. Het is namelijk zo, als deze auto geen straal op deze manier, maar een heel veel scherpere bocht wil maken, zul je dus zien dat die straal kleiner wordt. De middelpuntzoekende kracht die nodig is om, die cirkel te maken, die moet dan groter worden. Maar het kan soms zijn dat die banden dat niet kunnen opbrengen. En dan zul je zien dat je gaat slippen, zoals je bijvoorbeeld ook in een kartbaan gaat doen, of als je dat heel erg snel met een auto een hoek op probeert te rijden. Dus in dit geval zullen we zien dat de wrijvingskracht tussen de banden de rol van de middelpuntzoekende kracht op zich neemt. Het is de resulterende kracht. De rest van de krachten heffen elkaar dus op. Een andere situatie is de situatie van de zwaartekracht. En dat zien we bijvoorbeeld wanneer dus een maan om de aarde heen draait, of de aarde om de zon, of op een gegeven moment om een satelliet op de aarde. Daarmee is er dus eigenlijk maar één kracht in de ruimte die op het voorwerp werkt. Dat is de zwaartekracht, de gravitatiekracht op die afstand. En die is afhankelijk, dat is in dit geval de middelpuntzoekende kracht. En die is dus ook wat te berekenen, die grootte met m maal v kwadraat gedeeld door r.
Dus in het geval van gravitatie zul je zien dat die gravitatiekracht de middelpuntzoekende kracht is. En dan gaan we volgend hoofdstuk gaan we daarmee verder rekenen. Als je dus op een gegeven moment de zon als het ware zou op kunnen tillen uit het hele geheel en weg kunnen laten gaan, zul je dus ook zien dat de aarde gewoon in één rechte lijn door zou bewegen, zoals we ook vorige filmpje bij de discuswerper gezien hebben. En als de aarde dus niet zo'n hele grote snelheid had gehad, dan was dus alleen de zwaartekracht de enige kracht geweest. Die had ervoor gezorgd dat de aarde uiteindelijk zou worden opgeslokt door de zon. Situatie 3, de spankracht. Zoals je bijvoorbeeld hier ziet, bijvoorbeeld in een draaimolen, of hier in dit geval, ja, ik kon geen goede foto vinden, zie je dit eigenlijk beter met de spierkracht met zo'n discuswerper. Daarbij zie je dus dat bijvoorbeeld in de, wanneer je een voorwerp laat draaien, door een draaimolen, dat de spankracht de middelpuntzoekende kracht is. Of in dit geval de spierkracht neemt dan de rol van de middelpuntzoekende kracht op. Zo gauw hij zijn vingers loslaat, is er geen spierkracht meer en ga je dus in een rechte lijn. Of zo gauw je in een draaimolen zit en de touwtjes knappen, dan kun je dus ook zien dat je in een rechte lijn wordt weggeslingerd. En dat deze krachten dus de rol van middelpuntzoekende kracht op zich nemen. Dus kort samengevat, er is een kracht nodig om een voorwerp in een cirkel te laten bewegen. Dit is een resulterende kracht, een overblijvende kracht, die staat loodrecht op de snelheid gericht en die zorgt ervoor dat de snelheidsvector steeds een beetje wordt afgebogen. Ik zie je graag de volgende keer terug.